verhalen destijds. Hè? Dus het is heel, heel gevaarlijk om een boek of een verhaal te willen schrijven als je nooit leest. En eigenlijk moet je volgens mij zoveel mogelijk verhalen gelezen hebben voor je weet wat je zelf wil en wat je zelf kunt en wat je lelijk vindt. Dat is ook belangrijk om te weten. Wat ik zelf fijn vind is om dingen, scènes te verzinnen die je niet zelf hebt meegemaakt, maar ze toch te stofferen met herinneringen. Dingen die anekdotes van iemand of die je zelf hebt meegemaakt. Dus je moet denk ik goed opletten in het dagelijks leven. Eigenlijk moet je al mee beginnen als je 3 jaar bent. Dus het is een beetje een tip achteraf. En de dingen goed onthouden die je meemaakt. Misschien is het voor zo'n kort verhaal wel slim om heel veel... Ja, je moet wel heel veel weglaten. Dus er moet wel heel veel schuil gaan achter wat je vertelt op zo'n moment. Dus ik denk dat je een topje van de ijsberg moet laten zien in dat geval. Er zit niks anders op. Zo'n jury had er dan wel van op te kunnen zeggen van je gaat nog een hele wereld achter schuil.